En Rob Schoof, je eerste goal voor STVV vandaag, dat moet een leuk gevoel zijn. Ja, inderdaad. En zeker met de 3 punten na de recente verliesmatch doet dat heel veel deugd. Ja, nog even over je doelpunt. Ja. Doe het in 2 keren, dus een veldgoal. Ja, eigenlijk wel. Ik had nogthans vooraf al beslist dat ik hem gewoon in het midden hoog ga shotten. Ik zeg, dat is altijd tulpend, maar ik moet eerlijk zeggen, het was echt slecht geschoten. En dan heb ik het geluk dat die bal nog terugkomt en dat ik hem nog kan binnenduwen. Waarom heb je eigenlijk besloten om de penalty te nemen? Dat was vooraf de trainer, de coach had mij aangeduid. En ik stond op de lijst en ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. En dat is goed uitgedraaid. Was je tevreden met die wedstrijd? Ik denk het wel. We winnen 3-0, dus ik denk dat iedereen tevreden mag zijn. We hebben heel veel wassen gespeeld, denk ik. De bal rustig in de ploeg gehouden en op de juiste momenten gescoord. Dus ik denk dat we heel tevreden mogen zijn met deze wedstrijd. Nu staat de winterstop voor de deur. Wat ga je doen met je vrije tijd? Vooral even rusten, denk ik. Maar zoveel vrij hebben we niet. Dus we beginnen direct na nieuwjaar al terug te trainen. Dus nu trainen we een week verder en dan hebben we 1 week vrij. Maar dus met de feesten gaat dat heel snel voorbij. And Rob, it looks like you've put a lot of thought into your hairstyle today. There's some special gel.